Welkom bij deze virtuele editie van Queer Pioneers. Queer Pioneers is een programma van Rialto en Lantaarnvenster. En maandelijks selecteren we een klassieker of moderne klassieker. Films die belangrijk zijn. Films die het verschil hebben gemaakt. Films van makers die grenzen hebben verlegd op het gebied van gender, seksualiteit en geaardheid. En daarmee ook een stempel hebben gezet op de filmwereld. Makers die een podium verdienen. En ook voor de komende maanden hadden we een hele mooie reeks op de planning staan. Met allemaal prachtklassiekers die we zouden gaan vertonen. Maar zoals jullie weten zijn vanwege het coronavirus alle Nederlandse bioscopen en filmtheaters gesloten. Dus kunnen we geen avonden meer in het filmtheater organiseren. Maar daar hebben we nu iets op bedacht. Voor het online platform Pickle hebben we een online Queer Pioneers filmreeks gemaakt. Met daarin een aantal mooie queerfilms, een aantal klassiekers en een aantal meer recentere films. Zoals Taxi Zum Klo, maar je kunt hier ook terecht voor Portretten de la Jeune Fille en Feu, Morris, 120 bpm en Uno Magère Fantastica. Taxi Zum Klo uit 1980 wordt ook wel de eerlijkste, uitbundigste en seksueel meest expliciete film over de mannenliefde genoemd die ooit het bioscooppubliek bereikte. Het is een liefdesproject van schrijver, regisseur en acteur Frank Riplo over een homoseksuele leraar in West-Berlijn in de vroege jaren 80. Die in zijn vrije tijd langs toiletten cruist. Letterlijk vertaald, taxi naar de wc, komen er vanzelfsprekend ontmoetingen in openbare toiletten voorbij. Maar ook sauna bezoeken, SM en plasseks passeren de revue. Zeer expliciet, zelfs voor porno-standaarden. Zo taboe doorbrekend dat Taxi Zum Klo uitgroeide tot een ultieme gay-klassieker. Eerlijk, geloofwaardig en soms zelfs ontroerend. En dat is niet gek, want Taxi Zum Klo is een grotendeels autobiografisch verhaal van Riplo, die zelf ook de hoofdrol vertolkt in zijn film. Toen Riplo het idee kreeg om zijn persoonlijke ervaringen om te zetten naar verfilming, probeerde hij zijn script gefinancierd te krijgen. Hij diende het in bij alle comité's die hij kon bedenken, maar werd overal afgewezen. Financiers durfden hun vingers niet te branden aan zo'n seksueel expliciet script. Maar toen ontmoette Riplo de cameraman Horst Schier, die zo van het script had genoten dat hij zijn diensten gratis aanbood. Elk weekend reisde het stel af van München naar Berlijn om daar in 6 weken tijd de film op te nemen. Er waren geen normale, professionele omstandigheden om de film te maken. De karakters in de film worden, afgezien van 2 professionele acteurs, allen vertolkt door vrienden van Riplo of bekenden uit de gay scene. De crew werkte meestal niet met een script die ze uit hun hoofd leerden, maar improviseerde ook veel tijdens het schieten van de scènes. Ook dat geeft de film een authentieke vorm. Het is uit het echte leven gegrepen en de mensen die erin spelen, spelen in zekere zin zichzelf. Hij noemt The Realm of the Senses van de altijd provocatieve Japanse regisseur Nagisa Oshima een van zijn grootste inspiratiebronnen. In dit waargebeurde verhaal volgen we Sada, een voormalig prostituee die seksueel geobsedeerd raakt door haar baas. In mei 1936 werd zij gearresteerd met zijn genitaliën in haar handtas. Regisseur Oshima balanceerde op de rand van kunst en pornografie en moest vanwege de expliciete seksscènes uitwijken naar Frankrijk om de film te monteren en ook te vertonen. Tot op de dag van vandaag is de film nog nooit vertoond in Japan, maar nog steeds is de film baanbrekend. Ook de films van Russ Meyer, die vooral bekend was door zijn films als Vixen, Faster Pussycat, Kill Kill en Beyond the Valley of the Dolls, vormden een inspiratie voor Riplo. Dat kwam met name door de directheid die Meyer in zijn films liet zien, de directheid die we ook terugzien in Taxi Zum Klo. Noem Taxi Zum Klo niet enkel een gay film met veel seks, want voor Riplo was het vooral ook een trieste film. En dat gaat over verlangen naar connectie en de onmogelijkheid daarvan. Natuurlijk gebracht met een flinke scheut humor. Het gaat over een liefde en de worstelingen die daarbij komen kijken, maar ook over hoe moeilijk het is om een liefde niet te verliezen. Riplo speelt met grenzen. Grenzen van seks, maar ook grenzen van pijn. Hij zei daarover: pijn is het grootste taboe. Pijn is belangrijk voor mij om iets te voelen en ook om van daaruit te ontwikkelen. Dat verkennen van grenzen, dat is misschien wel het interessantste aan Taxi Zum Klo. Want waar liggen de grenzen van seks, porno, kunst, film, fantasie en realiteit?
Dat antwoord laat ik aan jullie. Ik wens jullie een hele fijne voorstelling.